In de geteisterde gebieden van ons land wordt aan alle kanten krachtig aangepakt. En niet alleen onze eigen bevolking werkt hard, maar ook het buitenland verleent belangrijke steun. In Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen helpen Tsjechische, Zwitserse, Deense en Belgische studenten tezamen met hun Nederlandse collega's bij het egaliseren van terreinen, het herstel van wegen en andere werkzaamheden. Op deze wijze wordt niet alleen belangrijk werk verricht, maar ook een internationaal contact gelegd dat voor de toekomst van ons land van groot belang is. Na afloop van het werk vinden de studenten een stevige Hollandse maaltijd. En in de conversatiezalen blijft 's avonds altijd nog wel een ogenblik over om een brief naar huis te schrijven.